Voor ons is gezondheid een staat van zijn, een evenwicht. Als dit evenwicht verstoord is, kunnen er lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan. Binnen de coherentiebehandelmethode wordt er gekeken hoe de energiehuishouding van het lichaam is en hoe dit samenhangt met het klachtenpatroon. Onze ervaring is dat deze behandeling het immuunsysteem stimuleert en dat dit een positief effect heeft op het gehele lichaam. Hierbij gaan wij ervan uit dat het lichaam voor een groot gedeelte in staat is om zichzelf te herstellen en dat onze behandeling hieraan een bijdrage kan leveren. Deze behandelmethode is gebaseerd op onze veronderstelling dat het lichaam informatie overdraagt van cel naar cel door lichtimpulsen, die we biofotonen noemen. Dit licht in de cellen is verantwoordelijk voor een optimale werking van ons systeem. De cellen stralen van nature licht uit dat sterk gebundeld is. Naar ons idee is een verstoring in de kwaliteit van dit licht een van de redenen dat er klachten en ziekten op kunnen treden. Johan Boswinkel, de grondlegger van de biofotonencoherentiebehandelmethode, heeft om dit licht te kunnen meten een instrument ontwikkeld. De coherentiebehandelaar zal met dit instrument de acupunctuurpunten doormeten. Hierdoor kan inzichtelijk worden gemaakt waar energieblokkades in het lichaam zitten die mogelijk de oorzaak zijn van de klachten. Tijdens het eerste consult wordt middels een gesprek eerst alle informatie besproken die belangrijk is voor het behandelproces. Vervolgens begint de meting op de handen en voeten met het instrument. We beginnen met uw handen. Ja. We doen deze vast te houden. Echte hand. Met een meetpen wordt op circa 120 acupunctuurpunten op vingers en tenen gemeten. Uit ervaring van cliënten blijkt dat hier doorgaans weinig van wordt gevoeld. Het is de bedoeling dat de metingen op de punten duidelijk maakt in welke orgaansystemen de verstoringen zich bevinden. De behandelaar kan naar aanleiding van de toon van de meting vaststellen of er al dan niet sprake is van een blokkade op het gemeten punt. Wilt u uw schoenen en uw sokken uittrekken? Bij mij op mijn schoen. Met dit inzicht probeert de behandelaar de verstoringen te corrigeren, waarna de daadwerkelijke energetische behandeling in gang wordt gezet. Nee, dat klinkt inderdaad niet goed. Dit is inderdaad waar ik uw maag op meet. En dit is eigenlijk een punt. De cliënt krijgt hiervoor twee glazen staven om vast te houden, of zal zijn voeten plaatsen op twee glazen platen, welke zijn verbonden met het instrument. Na deze fase kan de behandelaar vaststellen of de verstoringen zijn opgeheven door de meting te herhalen. Onze ervaring is dat het lichaam reageert op de behandelmethode door afvalstoffen op te ruimen, waardoor wij het aanraden om veel water te drinken. Tevens adviseren we extra goed te luisteren naar de signalen van het lichaam. Het consult duurt tussen de 1 en 1,5 uur. Doorgaans kan de behandelaar na enkele behandelingen een indicatie geven over het totale aantal benodigde consulten. Wij hebben ervaren dat deze behandelmethode geschikt is voor mensen met verschillende gezondheidsklachten. Maar ook voor mensen die preventief en bewust bezig willen zijn met hun gezondheid. Coherentietherapeuten zien u als een uniek persoon aan wie ze met veel toewijding hun aandacht geven. Luisteren en samen op zoek gaan naar oplossingen is een wezenlijk onderdeel van het behandeltraject. Mocht uw interesse in deze behandelmethode gewekt zijn, dan kunt u contact opnemen met uw therapeut.